deze week in 7 minuten het nieuwe Hart van Zuid. Heel veel mensen maken gebruik van Zuidplein. Jaarlijks zijn dat er zo'n 10 miljoen. Van de bus, de metro, van Ahoy, het winkelcentrum, het zwembad en het theater. Maar het is wel een beetje lelijk. Het is stenig, het is verouderd. En de komende jaren ondergaat Zuidplein een enorme renovatie. Hart van Zuid, een plek om te blijven. Ja, dat is wat we hopen. Dat het een nieuw stadshart wordt waar mensen blijven en gaan wonen en werken en recreëren. En daar werken we als Kraaivanger met een team al een hele tijd aan, al een paar jaar. En dit is het ontwerp? Dit is het ontwerpboek dat ooit is ingediend in de prijsvraag samen met Ballas Nedam. En later is daar Heijmans bij gekomen. En dit is het veelomvattende masterplan om Hart van Zuid opnieuw op de kaart te zetten. Begin jaren 70 is het winkelgebied Zuidplein gebouwd naar Amerikaans voorbeeld. Groots en overdekt. Ja, het was in die tijd ultramodern. Met zijn opgetilde structuur, de bussen op het balkon plus 1. Metro daar weer overheen. En de overstaplijnen zijn zo kort, dat zit zo goed in elkaar, dat het moeilijk is om een nog efficiënter OV-station te maken. In 1972 werd het geopend door Mies Bouwman. Dat was nogal wat toen. Ja. En ze interviewt hier de burgemeester van Rotterdam, meneer Thomassen. Een rotanstoel op de achtergrond. Ja. Wat heeft u er eigenlijk zelf aan gedaan? Ik had u gewaarschuwd dat we op de openbare straat zitten. En dat hebt u niet helemaal begrepen, die waarschuwing. Want deze vraag is een poging tot uitlokking. En uitlokking is op de openbare straat verboden. Maar als u mij nou vraagt wat ik eraan gedaan heb, dan zeg ik, mijn grootste verdienste is ongetwijfeld dat ik vanochtend het fotoboek in ontvangst heb genomen van dit winkelcentrum. En daarnaast is het zo dat in het bestuur van de gemeente vele uren zijn beraadslaagd over de voorbereiding en dat de gemeente een slordige 5 à 6 miljoen heeft besteed aan de omgeving, aan de bijkomende werken, aan de toerusting. En de verdienste daarvoor is niet bij mij, maar bij de wethouders die dat in de raad hebben weten te verdelen. U heeft het mooi van u afgeschopt. Mooi te zien dit. Leuk hè? Ja. En dat was toen dus 5 à 6 miljoen gulden. Ja, zeker. Nu hebben we het over gemeentelijk geld, 120 miljoen euro, een injectie van de gemeente. Ja. Totale andere grootheden. Ja. Ja, dat klopt. Ik denk dat de problemen in het gebied nu ook groter zijn dan toen. Dus het is verhoudingsgewijs een groot bedrag, maar Hart van Zuid is een stad met 240.000 inwoners. Het is een provinciestad qua grootte. En er is te lang niet geïnvesteerd in een nieuw stadshart. Dit is eigenlijk het hart van nieuwe ontwikkelingen. Een belangrijke plek, want hier komt het nieuwe plein. En we zien hier eigenlijk de gevel van het nieuwe zwembad wat daarachter komt te staan. En daarvoor de ruimte, dat is het plein tussen het zwembad en het nieuwe theater wat hier gebouwd komt als het zwembad, dit bestaande bad, wordt gesloopt. Want daar komt het nieuwe bad tenslotte. En dan krijg je hier een plein met een aantal belangrijke functies eromheen. Zwembad, theater en de ingang naar het vernieuwde ingang naar het winkelcentrum. Dus alles wat je hier nu ziet, al die onderdoorgangen en zo, dat gaat verdwijnen. Daar komen functies te liggen en daar maken we de straat eigenlijk veel aantrekkelijker mee. En het grootste verschil zoals ik het hier dan zie op de afbeelding is dat het lekker mensen zijn die hier gewoon een beetje pauze houden. Ja. En nu dat het auto's en bussen en vrachtwagens, dat die de dominantste gebruikers op dit moment zijn. Ja, dat heb je goed gezien.
De belangrijke uitvraag van de gemeente was ook: los dat op. Het wordt nu gedomineerd door verkeer. En wat we hier zien is een hele ingewikkelde knoop met bussen hierboven, bussen hieronder, metro erboven. En we hebben een oplossing gevonden om dat eigenlijk veel meer naar de achterkant te brengen. En daarmee dit weer tot een hele prettig verblijfsgebied te creëren. En dat was wel eigenlijk is dat de basis van het plan bijna, die infrastructuur. Nou, hier zie je eigenlijk ook een groot probleem van dit gebied. Het is allemaal heel versnipperd. Hier staat dan een trafohuisje, een wc-gebouwtje, fietsen onder het viaduct, een verdwaalde boom. Je hebt totaal geen overzicht waar je heen moet. Heel rommelig. Ja, heel rommelig. Veel wegen met infrastructuur. Nou, dat gaat eruit. Die bussen gaan eruit. Dus er komt een hele nieuwe inrichting hier. Want wat nu het probleem is dat de publiekstrekker van Rotterdam, Ahoy, ja... Onzichtbaar. Onzichtbaar, ja. Klopt. We gaan verder. Nee, het is echt zoeken. Dan ben je het toilethokje voorbij en dan zie je in één keer het Sport- en Muziekpaleis Ahoy. Ja. En straks moet je dat gelijk als een eyecatcher zien als je Zuidplein uitkomt. Ja, met een nieuw internationaal congrescentrum en een hele nieuwe, zeg maar, vloer, loper, die wordt uitgerold. En die de verbinding legt tussen het Zuidplein en het Gooilandsingel en het Ahoy-complex met het nieuwe gebied daarvoor en de nieuwe gebouwen die erbij komen. Mooie plannen en de bouw is al begonnen met het nieuwe zwembad. Ja, straks over 5 jaar als het zo'n beetje klaar is, wat zal dan het grootste compliment zijn van de gebruikers van Zuidplein voor de architect? Wij hopen dat de mensen hier komen, verblijven, biertje gaan drinken en zeggen wat is het goed toeven hier op Zuid. En wij willen hier blijven. Dat we uiteindelijk zorgen dat mensen ja, in dit starthart in hun hart sluiten. En willen wonen en willen werken en recreëren. Dus een plek om te verblijven. Dat is het doel. Ik ben echt een kind van Zuid, letterlijk en figuurlijk. Ja. Ik heb ook echt, en dat meen ik echt, als ik uit de stad kom, ja, en ik kom met de metro, ik heb geen auto, met de metro op het Rijnhaven, dan voel ik het in mijn benen. Ja, dan ben ik weer thuis.